Hogeveen speelde vandaag de eerste wedstrijd in de vierde klasse thuis tegen Waskemeer. En het werd een goede start, want Hogeveen won naar een 2-0 ruststand. Uiteindelijk met maar liefst 6-1. Ja, Ruben, en dan sta je met een goed gevoel hier. Ja, we staan zeker met een goed gevoel. De eerste competitie is gelijk, je moet eerst de slag pakken, anders loop je weer achter de feiten aan misschien. En dat blijkt maar weer eens, een voorbereiding zegt altijd niet alles. Nee, als je naar onze voorbereiding kijkt, dan zou je denken dat deze wedstrijd ook zullen verliezen. Maar we hebben het goed opgepakt met z'n allen. En we hebben alle kansen haast minuut binnen thuis. Ja, kijken we even naar de wedstrijd. Dan in de beginfase zie je toch ook dat Waskemeer toch wel ook wel kwaliteiten heeft. Met name die nummer 10 was er nu al gevaarlijk. Het hele team draaide eigenlijk om nummer 10, zeg maar. En hij kwam wel vaak aan de bal, maar hij werd niet echt super gevaarlijk voor ons. Dus onze verdedigers konden goed uitschakelen. Ja, dan schud jij een directe tegenstander af, ter hoogte van het strafschopgebied aan de zijkant. Zie je dan op een gegeven moment de keeper te ver voor het doel staan? Ik zag hem al iets te ver van doel. Ik heb al een paar keer geprobeerd met andere wedstrijden. Ja, en nu lukt het. En hij gaat mooi in het mandje. Ja, en dan is genieten geblazen. Ja, zeker genieten. En ik ben er ook hartstikke blij mee. Ja. Vooral voor het team. Ja, dan valt er even op een gegeven moment komt er even een fase dat het wat rommelig wordt. Jullie weten elkaar niet zo goed te vinden. Waskemeer dreigt wel, maar wordt ook niet echt gevaarlijk. Nee, we speelden de bal gelijk direct naar voren. Terwijl we eigenlijk Guido met elkaar daar op het middenveld moeten zoeken. En vanuit daar kunnen we naar voren spelen. En die werd elke keer overgeslagen. Tweede helft ging dat trouwens beter. Tweede helft werd hij goed bereikt. En die steekballen van hem zijn gewoon dodelijk. En als je daarop kan lopen, dan is niemand te stoppen. Zoals vooral Klaas hier prachtige. Toch nog even terug naar de eerste helft. Vlak voor rust valt die 2-0. Ook een doelpunt voor jou. Kun je nog eens beschrijven? We kregen een klutsbal op middenveld, zeg maar. En ik zei tegen Hensie van, speel hem maar gelijk door. Hij speelde hem lekker op maat door en nam hem goed mee. En ik prikte hem in het hoek. Nou goed, en dan vervolgens in de tweede helft twee momenten van Guido die inderdaad dodelijk zijn. Ja, als je Guido zulke kansen geeft, dan kun je het schudden. Hij nam hem lekker in één keer neer. Ja, dat is gewoon prachtig. Wordt er veel binnen de ploeg over gesproken van hoe je Guido aan moet spelen? Nou, we weten wat zijn kwaliteiten zijn. En als je daar gebruik van maakt, jongen, dan is niemand te stoppen. Vooral niet met twee snelle buitenspelers. Ja, dat zal niemand tegenhouden dan. Sorry. Uiteindelijk lopen jullie in die tweede helft verder uit. Het wordt dus 4-0, snel 5-0. En dan op laatst ook nog even weer mooi dat Youssef en Klaas van Nel ook nog even weer een hoofdrol hebben. Ja, prachtig. En, en dan zie je weer dat Guido weer goed gebruikt. En Guido legt hem weer gewoon ertussen. Waardoor Klaas eigenlijk gewoon een mooie assist kan geven. Waar Youssef gewoon perfect erin schiet. Nou, goede start tegen Waskemeer. Een ploeg die op zich niet tegenviel. Zeker de eerste helft niet. Kijken we even naar de rest. Dan zie je ook heel veel uitslagen. Nu al vandaag weer in de klasse met grote uitslagen. Ja, er wordt heel veel gekeken naar Pessen, naar VVK. Maar het gevaar is denk ik ook dat we ons misschien voor blind staren op die derbies. Want ja, je kent die andere ploeg eigenlijk ook niet, hè? Nee, ja, de derbies zijn altijd mooi. En daar zit iedereen ook op te wachten. En iedereen wil van Hogeveen winnen. Maar wij willen ook van iedereen winnen. Ja. Dus, maar ja, voor de juiste kleinste Waskemeer of geen kleintje. Maar voor de andere clubs moet je ook voor wapenen. Want daar moet je ook gewoon 100% erachter staan. Ja, een derby volgende week VVK en ik hoor, jij bent er niet bij. Helaas niet. Ik ben op vakantie. Dus 2 weken ben ik weg. En dan moet ook gebeuren. Tuurlijk, maar baal je er wel van? Ik baal aan de andere kant wel dat ik VVK mis. Maar ja, ik heb ook hiervoor gewerkt. En daar ben ik ook eigenlijk wel naartoe. Dus. Ten slot nog even. Ik hoor over de trainersopkomst wat wisselende geluiden momenteel. En als ik dan zie, ook naar het aantal blessuregevallen, heeft dat daarmee te maken? En er zal een reden zijn dat de opkomst soms wat lager is. Jullie spelen ook vierde klas. Maar als ik dan zie dat spelers bijvoorbeeld aan het eind van de wedstrijd toch heel veel blessureklachten krijgen, heeft dat daarmee te maken, denk je? Als je goed je lichaam traint, dan maakt het eigenlijk niet uit. Dat moet niet uitmaken. Maar ja, kijk, we zijn niet meer 18. En er zijn veel mensen over de 25, zeg maar. Ja, en die kan een pijntje krijgen. En dan een hamstringetje is zo gebeurd. En vooral bij iemand die wat op leeftijd is, schiet het sneller in dan iemand die 18 is. Ja, want jij zelf had ook op een gegeven moment last van kramp? Ik had last van kramp, ja. Ik word vaak weggestuurd door Guido. En vaak zat. En op een gegeven moment is dan de pijp helemaal leeg. Ja, dat is ook weer een nadeel, hè? Ja, het is zeker een nadeel. Maar hij hoeft maar 3 keer langs te gaan en zijn 3 keer een doelpunt. En dan heb je gewoon goed werk afgeleverd. Ja, conclusie, lekkere start, goed voor het zelfvertrouwen weer. Heerlijk, heerlijk voor ons zelfvertrouwen. Kijk, als we gelijk verliezen, dan zit iedereen al tegenaan te domperen en dat wil niemand. Dankjewel.